In verband met de week van de verpleegkundigen en vroedvrouwen, die vandaag begint en loopt tot en met 6 oktober, brengen wij u deze week een serie in het journaal. De medische sector wordt vaak de motor van welvarendheid genoemd, vandaar dat er wereldwijd aandacht is voor deze groepen. In deze eerste editie praten wij met zusters Angelita Traag en Esther Etnel, die van mening zijn dat het waarderen van de verpleeg- en verloskundigen van eminent belang is. Want de waardering, kijk, ze zeggen ons werk is een ondankbaar werk. Maar we blijven ons werk behouden en we blijven ons werk naar eer en geweten doen. De verpleegkundigen sowieso worden niet zozeer gewaardeerd in de samenleving. Dat hebben we ook al gemerkt. Je ziet het ook al. Als je in de winkel staat, heb je bijvoorbeeld veel meer inkomsten dan wij als verpleegkundigen die hier verdienen. Eigenlijk moet de verpleging of de verloskunde altijd een aandacht hebben, vooral als het gaat om ontwikkeling, hun aanwezigheid, ze het gevoel geven dat ze zich inzetten, dat ze er zijn en dat ze echt gewaardeerd worden. Want het is een beroep, je studeert ervoor, je werkt er keihard voor, het is werken en studeren en deze mensen kan je niet overslaan. Het beleid dat wordt gemaakt voor de gezondheidszorg zal voor een groot deel bepalen hoe gemotiveerd de verpleegkundigen zijn. Traag en Etnel zien graag dat er een beter beleid komt vanuit de beleidsmakers. De minister doet zijn werk, maar wij als verpleegkundigen doen ons werk ook. En de waardering in financiële situatie is bij ons heel laag. Kijk, wij zijn een particuliere ziekenhuis. Wij kunnen niet 1, 2, 3 naar de minister toestappen en zeggen we hebben geld nodig en we krijgen het direct. Dat gebeurt niet zo. Maar we willen dat de minister alle ziekenhuizen evenredig maakt, ook zodat het vertrek van de verpleegkundigen van de ene ziekenhuis naar de andere ziekenhuis in mindere mate voorkomt. Aan de beleidsmakers zou ik zeggen, blijf u inzetten voor deze doelgroep. Ze zijn nodig, ze moeten er zijn. We kunnen niet zonder ze. Ze moeten er echt zijn. Laten we ze een schouderklopje, een hart onder de riem steken. Maar toch zodanig dat ze er wel uitkomen aan het eind van de maand. Of dat ze toch wel prettig hun werk krijgen. Als je werkt en je moet toch nog daarnaast gaan hosselen of te gaan kijken hoe uit te komen, dan is het ook niet meer prettig. Maar dan ga je iets anders doen en dan ga je vermoeid naar het werk. En daar, je uiteindelijke slachtoffer of de persoon die eronder leidt, zijn de cliënten. De verpleegkundigen zijn het met elkaar eens dat de waardering veel beter kan, maar leggen er toch de nadruk op dat het werk ten alle tijde met liefde moet worden gedaan. De patiënt heeft niets te maken met de situatie, zorg er daarom als verpleegkundige voor dat zij er niet onder lijden. Aldus Traag.